Die Nederlander van het jaar wordt, maar wie wereldburger van het jaar wordt, dat is ook bekend. Hè? De Time wordt dat al bekendgemaakt in Amerika. Dus Zelensky, die vandaag in Amerika was. Waarom? Washington. Nou, hij krijgt van Amerika, denk ik, in totaal inmiddels al bijna 100 miljard dollar. En dan zeg ik niet alleen hij, maar heel Oekraïne. Ja. Van de week ook weer bekend, hè, dat ze een nieuw afweergeschut Oekraïne willen slepen. Dus dat is ontzettend veel geld. En je merkt bij de Amerikaanse bevolking, maar ook bij steeds meer politici, dat ze zich afvragen van, ja, is allemaal wel leuk en aardig, maar moeten die Europeanen niet wat meer doen? En laten we eerst eens kijken waar het precies heen gaat, voordat we onze handtekening zetten. En president Biden vond dit, en ik denk dat hij daar gelijk in heeft, een mooi moment om hem uit te nodigen. Het is de eerste buitenlandse bezoek van Zelensky sinds de oorlog is begonnen. Dus het was ook met allerlei veiligheidsdiensten ontzettend spannend om dat te regelen. Het is pas net bekend geworden dat het gaat gebeuren vanmorgen. Ja? En Biden zegt eigenlijk tegen alle politici in Amerika die kritisch zijn, van nou, zeg het maar recht in de ogen van Zelensky. Hij is hier, hij spreekt jullie toe in het congres. Ongetwijfeld, want dat kan Zelensky goed, wordt dat een mooie speech. Ja, jij denkt nu mand, hè? Het moet korter. Mand kort. Nee, nee, ga door. Weet ik zit even te checken, we hebben nog 4 minuten 40, dus tijd. Take your time. Dus Biden denkt van, nou ja, kijk hem maar eens recht in de ogen aan Zelensky en zeg dan nog maar eens dat jij kritisch bent over al die miljarden die daar naartoe gaan. Want Biden denkt dat deze oorlog nog wel eens heel lang kan gaan duren en dat er nu dan in totaal 100 miljard is toegezegd, maar dat kan nog vele miljarden meer worden. Dus is het een goed moment om hem uit te nodigen dus in eigenlijk Washington. Eigenlijk is het ook goed voor Biden dat hij dan nog meer steun. Ja, Biden, het is wel raar natuurlijk dat hij ook wel weg is uit Oekraïne, toch? Als je land in oorlog is. Ja, maar dat gold natuurlijk in het begin. Hè. Toen werd ook gedacht dat hij Oekraïne zou verlaten. En toen heeft hij gezegd, nee, ik blijf. Ja, daarom. Heeft hij lof voor gekregen. Maar inmiddels is die oorlog bijna een jaar gaande. Dan is het natuurlijk niet gek dat hij naar de grootste geldschieter gaat. En de belangrijkste bondgenoot ook. Ja, maar wat betekent dat voor de relatie tussen Amerika en Rusland dan nu? Nou, de oorlog in Oekraïne gaat voor een deel natuurlijk ook niet over Oekraïne, maar die gaat tussen die relatie tussen Amerika en Rusland. Hoe gaat hij dan reageren, denk je? Nou ja, Rusland zal dat niet fijn vinden. Poetin heeft niet voor niets vandaag ook een speech gehouden waarin hij ook weer oorlogstaal uitte. Maar Biden wil laten zien dat ze Oekraïne niet alleen gesteund hebben, maar blijven steunen. Ja. En wil aan de politici in zijn eigen land een signaal geven dat dus, als het aan hem ligt, er nog veel meer miljarden naar Oekraïne gaan. En als zij vinden van niet, dan mogen ze het rechtstreeks tegen Zelensky zeggen. En die speech die Zelensky gaat geven in het Amerikaanse congres wordt ook live uitgezonden op alle Amerikaanse tv-zenders. Dus daarmee probeert hij ook natuurlijk de bevolking een beetje te beïnvloeden. Van kijk eens hoe goed we het hebben gedaan in Oekraïne. Dat we deze man nu helpen en laten we deze man niet in de steek laten. Ja. Een heel belangrijk moment. En Biden heeft net natuurlijk die tussentijdse verkiezingen gewonnen. Dus die blaakt van het zelfvertrouwen. Dus dit komt voor beide heren goed uit. En ze gaan ook samen persconferentie geven, toch? Ja. In hoeverre helpt het dan, René, dat hij eigenlijk ook acteur is? Nou ja, daar kan ik natuurlijk moeizaam over oordelen. Wat ik wel vind... Is dat een stomme vraag? Enorm, natuurlijk. Nee. Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het, zeker. Reagan was dat natuurlijk ook al. En die kon heel vaak de mist ingaan als goede acteur. Mm-hmm. Maar Reagan zei altijd het presidentschap. Was mijn mooiste rol, ja. Want dan kon ik zelf het script schrijven. Ja. Kijk, wat ik wel vind, is dat het is ongelooflijk hoe die oorlog gevoerd wordt. En dat zeg maar nu we alles weten, ook door social media, en dat een president van een land wat in puin ligt, overal kan spreken, of het nou bij de Oscars is, of Berlijn, het filmfestival, of de voetballen en zo, en dat hij erop uit kan om uit te leggen hoe slecht het gaat met zijn land en de verhoudingen. Ik denk dat dat toch wel uniek is. Ik bedoel, over de Tweede Wereldoorlog zagen we heel vaak foto's later hoe die mensen elkaar ontmoeten. Ja. Ik denk dat het in principe het systeem hetzelfde is, ook van overleg tussen de verschillende landen. Is je nou te denken, zou dat niks voor jou zijn, oorlogsverslaggever?